Hier zat een steakhouse, die is voor 2 jaar geleden is daar brand geweest en die is niet teruggekomen. Het grootste gedeelte was bezet door de Action. Action heeft een andere locatie gevonden, goedkoper. Dus die is ook weg. En op de hoek zat nog een molenwinkel, die heeft ook inmiddels een andere locatie, wat kleinere locatie gevonden. En beneden in de kelder zit nog de bibliotheek, die deze zomer vertrekt naar een waarschijnlijk nieuwe locatie. En er zit nog een schoenenzaak. En dat is ook wel de laatste huurder op dit moment. Sombere tijden voor winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. Er is veel leegstand en de verpaupering heeft zichtbaar toegeslagen. En dat terwijl ruim 10 jaar geleden nog werd geïnvesteerd in een uitbreiding. Maar de gemeente wil kopen voor sloop. Ik ga geen bedragen noemen, daar is natuurlijk altijd een vraag en aanbod. De eigenaar heeft natuurlijk kosten gemaakt en die wil natuurlijk zijn rendement terug. De gemeente heeft een beperkt budget en het staat nu leeg, het is nu ook niks waard. Dus wij hopen daar toch met die eigenaar uit te kunnen komen. De aankoop van zo'n 2000 vierkante meter winkelruimte zal zeker enkele tonnen kosten. Voor een gemeente als Pekela een fors bedrag. Maar de ondernemers in De Helling zouden graag zien dat de plannen worden doorgezet. Ik denk dat de sloop de oplossing is, ja. Ja, want ik zie toch niet in de toekomst gebeuren dat er nieuwe winkeliers aangetrokken worden. En zoals het er nu uitziet, ja, het is echt verpaupering. Het is geen reclame voor de gemeente Pekela. De sloop kan pas van start gaan als de panden zijn aangekocht. De onderhandelingen daarover vinden nog steeds plaats.